Het is vandaag woensdag 9 december en ik zit hier tegenover Sven de Ridder en Alex Agnew, twee mensen die ik met heel mijn hart graag zie. En we gaan het vandaag hebben idem over... dito. Alright, dat is fijn. Same here. Over 1980 gaan we het hebben. We hebben al een podcast opgenomen over de comedy films, 4 comedy films uit 1980. Zeer interessant, leuke weetjes en gekke kwinkslagen. Zeker luisteren, dames en heren. En nu... Oerleke fratsen. Leuke fratsen. We hebben gelachen, we hebben gehuild. het waren heel veel emoties. En nu gaan we het hebben over comic books. 3 comic book verfilmingen uit 1980. Die ik alle 3 op hun manier bijzonder vind. En ook, het zijn alle 3 stripverhalen of comic books. En ze lijken in niks op elkaar, bij wijze van spreken. En dat is er misschien wel ook interessant aan. In een tijd waar de ene comic book verfilming naar de andere uitkomt, waren er in 1980 ook 3. Maar niet in een soort formule zoals veel, het nu. Eigenlijk. Ja, wat fijn is. Want dat was niet elk jaar dat er een uitkwam. Dus als dat eens een keer gebeurde, dan als comic book nerd worden dan kei blij. Zo. Ja. Absoluut. En die 3 films zijn Flash Gordon, Popeye en Superman 2. En we beginnen gelijk met hier, ik heb mijn borst. Flash Gordon. hij ziet achter Sven de Ridder. Daar is hem. Flash Gordon, dames en heren. Film uit 1980. Oh. Dat is toch niet een box? Nee, dat is deze. Oké. Okay. Ik was al een beetje... En ik heb ook nog deze. Nee, ik heb ook nog deze. Oké, okay, ik was die... Ja, die heb ik ook. Maar ik heb ook nu die prachtige box. Dat was eigenlijk de aanleiding ook. Er is van... wat is dat moment? Studio Kanaal. Is er een ongelooflijk mooie box uitgekomen. Met de soundtrack, de films, het documentaire. Kaartjes, verzamelkaartjes. Zelfs een dingen, een patch om te een naaien patch, op de vest. Ja. Okay, hebben boek, jullie Alex? Trouwens van zichzelf? Ik heb dat ook gehad, zal wel zijn. Alright. Ik denk dat wij dat alle 3 ook tegelijkertijd besteld hebben, want wij hebben zo'n foto's naar elkaar liggen doorsturen. Ja, gepre-ordered. Ja. Dus dat is gekomen of zo. En ik denk dat wij die in het begin van het jaar besteld hebben of zo. Ja, zeker. Hebben jullie trouwens ook de, want er is ook echt zo'n mooie dikke box uitgekomen van Total Recall. Hebben jullie die ook? Nee, die heb ik niet. Nee. Okay, dat hadden we dan weer niet moeten zeggen, Fokke, want dan had ik dat toch weer moeten kopen. Hè. Dat is heel goed. Godverdomme. Daar ben ik heel blij om. Nee, maar goed, we gaan het hebben over Flash Gordon. Film uit 1980. Een comicboek uit 1935. Ik heb hier een mooie editie ervan. Dus het is een comicboek uit 1930. Daar is dan in de jaren 40, denk ik, ook al een soort serial van gemaakt met Buster Crabbe. Buster Crabbe, of ik weet niet als wie het is. Is dat niet die serials zijn dan, is dat niet de... Heeft Spielberg en Lucas daar hun Indiana Jones en Star Wars? Ja, absoluut. Ja. Dat is letterlijk waar Star Wars van gepikt is. Iedereen weet, het verhaal gaat ook dat George Lucas eigenlijk Flash Gordon wou maken, maar de rechten niet kreeg of had of kon betalen. En die crawl, die schuine crawl van de tekst uit te leggen wat er aan de hand is, dat zit in... niet het eerste seizoen, er zijn drie delen van. Niet het eerste, maar in de tweede of derde deel zit dat ook in. Dus maar weet je dat niet van Lucas, dat idee, hè? Nee, dat komt hier uit. Ja, maar Lucas is ook niet degene die dat dus bij Star Wars... Er was een visie voor de vrienden. En de vrienden waren Coppola, Spielberg, Brian De Palma en nog zo'n paar. Ja. En niemand begreep er iets van, de eerste visie. Zo, en Brian De Palma zei, je moet een intro hebben, je moet een crawl hebben. Mm-hmm. Dus eigenlijk is Brian De Palma degene die het idee gegeven aan Lucas. En Lucas zal dan waarschijnlijk gedacht hebben, maar dat zit in de Flash Gordons. Dus. Ja. Ik zie hier net dat dus de strip is van 1935 en de eerste serial is van 1936. Dus ze hebben daar, is redelijk snel... Ze hebben er geen gras over laten groeien toen. Nee. Mm-hmm. En het is, die serial is wel belangrijk, omdat je wel voelt dat de 1980 film
daar heel hard aan refereert. De look en feel is heel erg dat, hè? Maar in kleur. En wat voor kleuren? Wat voor kleuren? Ja. Ik vind dat zelfs bijna ongeëvenaard, de kleuren van Flash Gordon. Ja. Ik heb die film leren kennen door Panini. Ja, die lange plakboeken. Ja, die buiten formaat. Dus dat was niet gewoon een A4. Dat klopt, ja. Dat was, en ik stond in de gazettenwinkel als kind. En ik zag dat en er waren oranje pakjes met zwart. En ik moest dat hebben. Ik denk dat zelfs voordat ik ooit Panini's van voetbal, WK's, was Flash Gordon met een eerste Panini-boek. En ik had die film, dus eigenlijk, voordat ik die ooit gezien heb, had ik die in mijn Panini-boek al gezien. Heel het verhaal, chronologisch. En, die kleuren die van die foto's afsprongen, dat was wow. Ja. En Heb je dat boek nog? Ik denk het niet. Ik heb dat zeker niet meer. Maar ik heb dat ook gehad. Ja, ik heb dat ook verzameld. Oh, zalig, ja. We hadden zo'n kleine, zo'n beetje kruidenierwinkeltje op de Fruitenvlaan. Voeding Loods. Ik vergeet het nooit. En die verkocht panini's. Hè, zo van die stickers en zo. En dan mocht ik er gewoon kopen. En die had je nooit eenmaal volledig gehad, Sven? Bijna. Niet volledig. Ik heb bij nooit mij, de panini niet, volledig. Maar, zo, ik maar heb toch wel, niet volledig gehad. Nee. Toch wel goed, hè? Ja, want van de Hulk hadden dat ook. Zo van die tv-reeks van de Hulk met Lou Ferrigno. Maar het zotte daaraan was, dat was heel cool eraan, dat was allemaal foto's van de tv-reeks, maar de middenste pagina waren allemaal plakkertjes van Marvel-figuren. Dus er zat zo Mr. Fantastic bij, er zat Dr. Doom bij, er zat Iron Man bij. En dat was voor mij helemaal zo van, wow, wie zijn dat allemaal? Ja. En ik vind dat fantastisch en ik moet dat allemaal... Dus dat was echt zo ook mijn eerste kennismaking met Marvel-figuren. Ja. Echt heel, heel cool. En dat je ook zag dat de Hulk kwam daar dan ook in, maar dat was echt de comicbook Hulk. Hè? Dus niet de TV-reeks Hulk. Ja. Dus wel... Heel zot, ja. Dat herinner ik mij nog. Dus keihard. Zo hebben jullie hebben allebei die... Dat is wel grappig, zeg. Dat jullie allebei dat plakboek van Flash Gordon... Ik heb de film wel eerst gezien. Dus ik ben die gewoon zien in de cinema. Omdat ik... ik had dat gewoon... Ik denk dat zo... Het gaat de streek eraan vroeger. Hè. En daar hadden zo de achterste pagina... kwamen altijd de nieuwe films uit. En dat was dan Flash Gordon, waar ik niks van kende. Hè. Ook niet de strips en zo, niks. Maar dat wou ik dan gewoon zien en ik ben dat dan gaan kijken met mijn mama. Want die ging altijd graag mee naar de cinema met dat soort films. En die ziet dat nog altijd graag. Mijn moeder is 83 en heeft meer gebingewatched op Netflix dan ik. Als ik zin er tegen zeg, dan zegt hij, dat heb ik al gezien. Zodat, die heeft alles al gezien, dat is niet normaal. En die zegt ook tegen mij zo, ja, dan weet ik dat ik moet gaan slapen, maar dan zet ik er nog een op. Zo, die kan ook niet stoppen met kijken. Zo. Dus dat is wel heel fijn. Join the club, zou ik zeggen, ja. Maar, absoluut. In ieder geval, ik ben dan met mijn mama gaan zien. En dat was wel, dat is wat dat jij zegt, Sven. Die kleuren en hoe dat eruit zag. En uiteraard ook die soundtrack, hè. Ja. Dat is iets dat u bijblijft. Dat vergeet je nooit. Dat vond ik er zo fantastisch aan. Ik heb hem van het weekend teruggezien. En wat ik me inderdaad ook bijblijft, is dat ik die... Omdat ik die soundtrack had van Queen, die heb ik meer gedraaid dan dat ik de film gezien heb. Dus ik ken die soundtrack beter dan die dialogen van buiten daardoor, ja, hè? Ja, ja. I just, I'm bored. What plaything can you offer me today? Ja, maar an obscure body in the SK system, your majesty. Its inhabitants refer to it as planet Earth. Dat is fantastisch. Ja, dat is keigoed. Ja, dat staat mee op die plaat ook, hè, inderdaad. En ja, dat was er eigenlijk best revolutionair, dat een rockband... want je moet wel ook... Queen was toen nog niet de Queen die... Het was 2 jaar voor Radio Gaga. Mm-hmm. Ja. Ze hadden wel Bohemian Rhapsody al gedaan. Hè? Queen was huge in de jaren 70 ook, hè? Want die waren al wel iets. Maar die zijn in de jaren 80 zijn die nog zo... Geworden, hè? Ja, en dan, zijn die ook zo wat... op een bepaald moment zijn die uiteraard ook, gelijk veel mensen in de jaren 70, zijn die dan ook zo'n wat synthesizer en zo wat elektronica gaan gebruiken. Ja.
wat die ervoor uit een boze vonden, want die nee, vermeldde dat, die op plaat. Dat het zo niet ja. was. Hè. Ja. Wat eigenlijk een klein beetje Rage Against the Machine met hun eerste plaat ook heeft gedaan. Hè. Die hebben echt letterlijk gezegd, er staat niks van elektronica op deze plaat. Nee. Die sound van Tom Morello's en gitaar klonk soms zo atypisch dat je denkt, dat komt niet uit een gitaar. Hè. Nee, klopt. Dus Queen was er ook fier op, maar ja, dat was wel inderdaad, dat is niet iets dat zo rap gebeurde, dat zo'n band de soundtrack deed voor zo'n film. Nee, en ik bedoel, ik vind het geweldig, maar het is soms ook wel, het is echt een soort bombastische... Het is veel opgeteld. Het is nogal veel. Hè, je zegt alle kleuren, en dat is, het is ongelooflijk kleurrijk, en het ziet er, de special effects zien er zelfs voor die tijd al maar minder uit, maar klopt, dan sluit heel erg aan bij die serial uit de jaren 30. En die kleuren en die het is al die kleuren en al die lawaai, het is veel opgeteld, hè? Ja, ja, maar het marcheert wel. Ik heb dat nu wat in een cinema gezien. Ik ben daar heel... jammer genoeg is dat aan mij voorbij gegaan. Ik was toen... Justkes. 80 is het jaar dat ik ook voor de eerste keer naar de cinema ben geweest. Volgende film is een van mijn eerste ervaringen in de cinema. Dus Flash Gordon... Zat juist, denk ik, in mijn eerste... Toen ik nog 5 was, denk ik. Denk dat ja, klopt. Wij zijn natuurlijk ietsje ouder, maar ik ben in 1980 ging ik ook nog niet naar het cinema. Dus ik wel. Ik wel. Maar dan naar Superman 2, ze biedt meer dan over. Maar dus Flash Gordon heb ik ontdekt op de RTBF. Ah, ja. In het Frans. De Franse versie. Ja. Maar, die hadden wel, de RTBF, die hadden wel de juiste... Dat herinner ik me nog, want ik heb die toen... Ook opgenomen op Betamax, dus ik spreek nu over misschien 3 jaar later. Die hadden toen wel de versie met de zwarte balkjes, dus echt de widescreen. Dus die kleuren kwamen goed uit. En daarmee dat ik me dat ook herinner, maar het was wel in Frans, het was Flash Gordon. Ja. Flash Gordon. Ja, omdat het inderdaad zo'n indrukwekkende, ja, de decors. De kostuums, de muziek, alles is over de top en veel. Maar Max von Sydow als Ming is ook wel legendarisch eigenlijk. Ja, hè? Geniaal. Ja, je kunt ook niet meer Ming zijn als dat hij was. Hè? Ik bedoel, dat is echt, die was ook echt fantastisch. Ook de manier, die was op zijn minst, was die alles eigenlijk. Wat hij ook zei, was ook zo fantastisch. Hè? Zo dat ding van there's water coming out of her eyes. En zo, yes, they call them tears. It's a sign of their weakness. Ja. Dat is allemaal gewoon zo, dat zijn allemaal topzinnen dat hij eigenlijk zegt. Hè? Ja, absoluut. Ja, dat is... En die is ook veel cooler en graver dan de Ming van de serial. Die is veel emotioneler. Of zo. Deze man is veel... statischer, ook wel een beetje schrik van te hebben. Ja, gemeen ook, hè. Ja, fall on your sword, hè, tegen die ene die dat dan zo zelfmoord moet plegen, omdat die niet genoeg tribute te betalen heeft, zodat hè. Ja. Dus maar toch is er een overal feel van tong-in-cheek in die film. Ja, absoluut. En dat is toch volgens mij doelbewust. Dat is toch niet... Zeker. Dat is toch zeker. Niet... Kunt gebeuren daarna? Nee, dat was al op die moment de bedoeling, denk ik. Het goede was, er is ook zo'n hele leuke documentaire over, hè. Die staat ook inderdaad op die box. Ja. Maar dat is ook heel tof dat er op een bepaald moment zegt, ja, ik denk de enige die niet deur had in welke film dat hem zat, was Timothy Dalton. Ja. Hè. Dat is zo'n keiserieuze acteur altijd. Shakespearean actor. En die speelt dat ook, hè, die speelt Prins Baron, maar die speelt dat ook zo bijna Shakespeareans, method, serieus, alles erop en eraan. Maar dat maakt dat eigenlijk nog erger, hè, als je dat dan aan het zien bent. Dat kijk ook. Dat je denkt, terwijl... Degene die zich echt aan het amuseren is, en natuurlijk mijn favoriet, is Prince Brian Blessed, hè. Ja, absoluut. Prins Fulton, die... Ja, zo. Gordon's alive. Ja, die heel overdreven manier van... Fly by Hawkman! Zo in de heel Phantom Menace dat ook eens kan doen. in de Phantom Menace. Ja. Oh my god, dus, ja. Dat is Bos Naas, of wat is het? Ja. Hoe heet die figuur?
Dat is eigenlijk de baas van Jar Jar Binks, zeker, hè? Nee, ja, dat is, ja, dat is de koning, de koning van de Gungans. Nu staat die mummummummum. Ja, en de hoofdrolspeler is natuurlijk Sam Jones. Ja. Die dan daarna in Ted ook, en zo, die heeft niet zo heel veel gedaan. Hij is een American football player. In, ja. Maar ook, alleen, maar ook in Gordon, ook, hè? Ja. 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 En Ornella Muti, hè, mannetjes. En ook een ex-marine, trouwens, geweest. Weet je wat ik ook teruggevonden heb? Die heeft nog een andere superheld gespeeld. Wisten jullie dat? The Spirit. Ja! Dat klopt. Punten voor Alex. Heb jij die ooit gezien? Want die ik heb die nooit gezien. Nee, ik heb er alleen maar een trailerke nooit van gezien. Er stond een trailer van op YouTube. Ja, er is 5 jaar geleden ook een heel slechte film. Een comicboek van een van de basiscomicboeks van Will Eisner. Een verfilming uit 1987. Een tv-film wel. En klopt. Heel moeilijk te vinden voor een normale prijs. Op Tinterwebs. Frank Miller, denk ik hier. Ja, dat is Frank de nieuwe Miller versie. Heeft geregisseerd, dat is na Sin City eigenlijk, toen dat Sin City zo'n succes was. Waar dat Frank Miller zo co-regisseur credits voor gekregen heeft, hè, waar zelfs, denk ik, Rodriguez is zelfs uit de Directors Guild gestapt, omdat ze vonden dat er maar één regisseur mocht zijn voor een film. En hij heeft toen gezegd... En de Matrix dan? Geen idee van. Dat was toen gezegd. Maar in ieder geval, hij is toen opgestapt en heeft gezegd, nee, deze is ook Frank Miller. Ik denk dat het misschien oké is als je broers zit of zo, of zussen. Ja. Ik weet dat niet, ik heb geen idee. Want nu zijn de Wachowski sisters. Ja, die mogen het wel. Ja, voilà, ja. Dus, maar in ieder geval... De Coens mochten het ook in het begin, hè. Want in het begin... Is het zo? Ja, want Joel en Ethan Coens hebben het niet altijd alle twee geregisseerd, hè. Het is altijd zo wat... Normaal. Of zo. Ja, ze doen het wel samen. Ja. Maar het mag niet. Het heeft te maken met de regels ook, zo. Ja. Zwit typisch, hè. Wat een onzin. Ja. Maar in ieder geval, dus, die hebben dan inderdaad daarna The Spirit gemaakt. Waarin Frank Miller dan de regisseur was. En Rodriguez wel geholpen heeft. Een beetje in de Sin City-achtige stijl ook. Heel hard eigenlijk. Maar het is gewoon een helemaal geen goede film eigenlijk. Nee. It totally misses the point ook, vind ik. Absoluut. Nee, absoluut. Ja. En dus dit is een verfilming uit 1987 met Flash Gordon als The Spirit. Wat ik wel verlies. Maar ik heb hem nooit gezien, maar ik... Dat is eentje die op de lijst staat om ooit te vinden. Maar, ik vond wel in Ted de verwijzing fantastisch. Hè? Ja. En dat die in ene dag... Ming! Flash Gordon is here. And his hair is parted down the middle. Ja, dat is zo goed. Hè? Ik heb een mooi leuke vent. Daar wou ik eigenlijk net over hebben. Ja. Ja, dat was op Brussel Comic Con zo. En ik moest je interviewen. En ik weet nog, dat is een super professionele vent. Hè. Dus die stelt ook heel zijn standje op. En die heeft zijn foto's bij. En die is ook zo... Ja, die heeft eigenlijk ook al mij verteld toen in dat interview wat kei tof was. Inderdaad. Fuck. Ik heb er ook een mee, Alex Hoep. Ja. Maar trouwens, schitterende tekening van Alex Ross. Alex Ross, by the way. Gesigneerd door Sam Jones. Dus, jij hebt hem echt mogen interviewen op Comic Con toen. Hè? Ja. Ik heb toen ook de zin uit Ted tegen hem gezegd. Ik zeg, zo wil ik eigenlijk beginnen. Thanks for saving every one of us. En toen zei hij tegen mij, you're welcome. Want je hebt ook een redelijk zware stem. Wat ook heel funny is aan die kerel. Het blijkt ook dat hij na zijn acteercarrière is niet altijd even succesvol geweest. Nee. En dan is hij een security firma begonnen met allemaal vrienden van hem die dat hem kenden uit de Marines. En die doet eigenlijk diplomaten dat hij over de grens vervoert als bodyguard eigenlijk. En dat zijn van Mexico, de grens van Mexico. Dus redelijk gevaarlijk soms. Die komt dicht in aanraking met kartels en zo rondrijden met geweren en zorgen dat er geen aanslagen gepleegd worden, zo dat soort dingen. Ja. En dat was eigenlijk wat zo cool was aan die man, was dat hij ook tegen mij zei, van ja man,
Ik kan al heel de dag naast een telefoon zitten en wachten tot dat Steven Spielberg gaat bellen. Maar als dat niet gebeurt, dan moet er toch nog altijd brood op de plank komen. Absoluut. Ja. Ja, dus je had zo'n hele harde, een hele harde werkethiek. Zo iemand dat vond dat je niet bij de pakken moest blijven zitten. Is ook nog altijd heel hard in shape, hè? Want dat is een vent van in de 60 nu, denk ik. Maar die trekt nog altijd zijn eigen op, zonder zijn benen, om een touw en zo. Dat is echt een redelijke beerhoek. Die is van 1954, dus wacht even. Ja. Dat is 66 ja. jaar nou. Ja. Je geeft het hem niet hoor, want de man is inderdaad wilt, echt nog wel in shape. En je wilt er nog altijd geen pak slaag van krijgen, ook niet van Sam Jones. En die werkethiek waar jij het over had, dat was ook op die Comic-Con. En dat zie je ook in die documentaire. Als hij iets doet, dan doet hij het met volle overtuiging. Ja. En iedereen staat hij te woord. Hij is vriendelijk tegen iedereen. Hij zit daar niet tegen zijn goesting. Soms heb je van die artist alleys of van die acteurs. En die zitten daar zowaar en die zijn zowaar. Hij was altijd zeer professioneel en gedreven. Absoluut. En die vond dat ook een eer dat hem gevraagd werd voor Ted en zo. Omdat hem, die vond dat echt fantastisch. Hè? En ik heb het hem ook gevraagd. Ik zeg, je zag geen molensteen rond uw nek. Hè? Flash Gordon, dat je dat voor heel uw leven zei. Nou zei hij ook iets heel cool. Je zei, no, it's been a blessing. En je zegt, and by the way, there are a lot of people that never are known for anything. Ja. Je zei, ik kom voor de rest van mijn leven Flash Gordon's in. And that's not a bad thing to be. Ja, dan dacht ik van, dat is eigenlijk wel keigraaf gezegd, absoluut. Ja. En hoe goed ook dat die film al 40 jaar untouched is, hè? Dat er geen filmremake zit aan te komen, zelfs niet, dacht ik. Oh, ja. Ik denk dat er een tv-reeks nog geweest is. Die ja, ook maar dat die niemand kent, geloof ik. Nee, dat heeft niemand gezien. Ik denk ook de trap, it's a trap, de val, waar je in kunt trappen, is de Zack Snyder val. Hè? Dus dat je nu Flash Gordon gaat maken, dat je dat serieus gaat oppakken. Ja, dat je al die kleuren gaat wegtrekken. En dan schiet er niks van over. Hè? Nee, klopt. Ja. En wat ook zo leuk is om die film, is dat, dat er ook een personage bij verzonnen is, dat die helemaal niet in de strip zat, maar dat eigenlijk een van de coolste personages in de films is, dat is die General Clitus. Ja. Die zo door Peter Wingard gespeeld wordt, hè, met die prachtige Engelse stem dat hij heeft. Ja. Ja, dat is een wist je dat hij niet in de strip zat? Nee, die zat niet in de comics, maar er is later een comic uitgekomen. Dat is bij zo, je hebt zo'n comic-uitgeverij, die heet Dynamite. En die zijn eigenlijk vooral gespecialiseerd in heel veel van die strips, zoals, ik zal niet maar zeggen, Flash Gordon, The Lone Ranger, dingen als, wat is dat nog allemaal, James Bond, die doen eigenlijk allemaal zo van die bijna oude series of film franchises, Tarzan, zo dat soort dingen, die doen allemaal dat soort dingen, en er is ooit een reeks geweest, en Flash Gordon, en dat is met de covers van die strips zijn, ook van Alex Ross, wat de reden is waarom dat die begonnen is met tekenen ook, want dat was een favoriete film, en daarin komt Clitus wel, dus daarin hebben ze zo een verhaal gemaakt waarin dat die er dan wel in zit. Dat het overduidelijk is dat degene die dat heeft geschreven, dat ook een keigrote fan van die film is. Ja, ja. Dus dat is wel heel tof of zo. Ja, want hij was toen niet zo succesvol. Het is echt een cult classic geworden. Mm-hmm. En op de video, dat is ook zo een, godzijdank voor, thank God voor video eigenlijk. Maar dat is er ook zo een die op de videomarkt eigenlijk dan toch nog zijn geld heeft terugverdiend. Hè? Want ik denk dat het aanvankelijk niet zo'n grote succes was. En ik denk ook dat hij... De makers eigenlijk wouden cashen op Star Wars. Hè? Die dachten, Star Wars is hip en ik maak dit, maar het werd een soort, het werd veel, het is totaal iets anders dan Star Wars. Ja, en het is ook zo, die lucht bijvoorbeeld, dat was ook zoiets met verf en een soort bijna halve lavalamp of zo. Dat absoluut. Ze zo'n soort ding creëerden, dat die lucht ook allemaal van die rare kleuren heeft, hè, op Mongo dan, als ze daar terechtkomen. Ja. Maar ook bijvoorbeeld een acteur die erin zit, hè, want Max von Sydow is een serieuze acteur. Ja. Je dat keigoed toe. Je hebt natuurlijk ook dingen, hoe heet hem dan, die Peter Wingard, die dat Clyde speelt, die is ook, dat was een Shakespeareaanse acteur. Ja. Maar dan heb je ook nog eens, en dan heb je ook nog eens, hoe heet hem, Chaim Topol. Ja, die Zarkov speelt. Hè? Die ook trouwens, waar zat die in? For Your Eyes Only. For Your Eyes Only.
Ja, hè, dat is ook een hele bekende graven acteur eigenlijk. Blijkbaar, maar die heb ik nooit gezien, hoor, maar dat is ook iemand die in Fiddler on the Roof... Fiddler on the Roof, daar speelt hij een hoofdrol in. Gecreëerd op Broadway. If I were a rich man, dat is een dier. En, blijkbaar, wist ik ook niet, of tenminste, heb ik wel gezien, in die film Left Luggage van Jeroen Cabé. Klopt, absoluut. Speelt die topel ook in. Ja. Dus... Ja, en Ornella Muti, hè, mannetjes, niet vergeten. Ja, heel schoon. Sigmund Bellet, die Anderson ook geen ramp. Hè? Degene die dat dan, die dat Dale Arden speelt. En vooral nog altijd een keischoon vrouw. Dat is waar. Als je die terugziet in die documentaire en die praat erover, dan denk je, amai, die is mooi oud geworden. Dat is echt Maar in de film ben ik wel meer van de prinses Aura dan van Dale Arden, hoor. Hallo. Ja, die is een beetje saai, hè, daarin. Zoals... Ja. En ik was ook altijd heel gefascineerd met het idee van de boorworms. Ik dacht echt van, wat de hel is dat voor iets? Dat klinkt al compleet vreselijk, hè, dat ze zo gemarteld wordt, Aura. Ja. En dat dan haar vader binnenkomt en zegt, wow, doe maar voort. Ja. Ding die dat dan toch vreselijk is. En Clytus, die dat er ook zo'n beetje verliefd op is. Ach ja, Flash Gordon. Ja. Hoe is dat? Ja, ik heb dat gezien. Flash Gordon, de Flash Gordon. Erotische versie. Maar die is dus uit 74 en die is eerst. Ja. Die dat komt is geen parodie. Dit is eerst gemaakt. Ja. Dat is tref. Ja. Ja, op de planeet Porno. Ja, in plaats van Mongo is het de planeet Porno en Ming is Wang. Ja. Dat is toch ongelooflijk, hè? Is dat naar aanleiding van Barbarella of zo? Ik weet het niet goed. Waarschijnlijk. En ik denk, ja, dat zal wel inderdaad zoiets geweest zijn, ja. Wel grappig ook, zo. Goeie humor. Ja? Ik vond dat wel leuk, ja. Dit is bij de action figure van Flash Gordon, die nog niet zo lang geleden is uitgebracht. Ik dacht ook een Ming te hebben, maar die vind ik niet meer terug. Dus ik weet ook niet of ik die nog heb. Maar dit is Flash Gordon. Goed, dan tot zover Flash Gordon. Ja, ik wil nog één ding zeggen. Mijn favoriete scène uit Flash Gordon is de draaischijf met pieken. Ja, fantastisch. Ja. Dat vind ik fenomenaal. Fantastisch. Ja. Ja. En Peter Wingard, die is zo, hè, dat is Clytus, die dat dan zo op die pieken wordt gesmeten eigenlijk. Die was eigenlijk keislecht gezind over die scène en die heeft nog ik weet niet hoeveel ruzie gemokt, omdat hem vond dat zijn personage te cool was om dood te gaan. En die net zoiets, ja nee, je moet mij echt niet dood doen, want als er nog een vervolg komt, Clytus moet er niet zitten, want die is echt te cool. Ja, want de film hint ook een beetje naar een er zou een vervolg kunnen zijn. Een vraagteken aan het einde, die end, vraagteken. Ja, absoluut. Ja. Ja. En die ring die opgeraapt wordt. En de lach. En de lach. Ja, voilà. Ja. Van, ja, het is hier de lach van de emperor eigenlijk in The Rise of Skywalker. Klopt. Volle bak, ja. Absoluut. Ja, dus het is grappig dat je de oorspronkelijke Flash Gordon inspireert Star Wars. En dan Star Wars inspireert weer Flash Gordon. En Flash Gordon inspireert dan weer... Het is echt een soort ding door elkaar, hè? Ja. Goed, we gaan door naar de volgende film uit 1980 natuurlijk. Genaamd Popeye. Met Robin Williams als Popeye. Shelley Duvall als Olive. Gebaseerd op een comicboek uit 1929, jongens. Mm. Ik heb de Het grappige is dat die comicboek, dus die newspaperstrips waren, dat waren echt zo de comic, was in het begin zwart-wit, was Popeye een zijfiguur. Mm-hmm. Die ging eigenlijk over de Oil-familie. Ja. En Olive Oil was dus de dochter. En Popeye was een van haar suitors en dat werd dan haar liefje. En dan werd Popeye het hoofdpersonage daarna. Ah. Mm-hmm. Maar aanvankelijk was dat niet zo. En ja, dat is, ja, ik hou heel erg van die oorspronkelijke comicboek toestanden. En dit is natuurlijk echt comicboek history. Ja, 1929. Ja, ik bedoel, het is de oudste van de drie eigenlijk. En wat ik ook niet wist, we gaan het zo meteen over Superman hebben. Maar dat veel mensen kennen Popeye niet van de comics, maar van de tekenfilms. Mm-hmm. En die tekenfilms zijn van Max Fleischer. Oké. Okay. Ja, dus dat is Max degene Fleischer, die ook de Superman tekenfilms. Die tekenfilms van Superman heeft gedaan. Die kei cool zijn trouwens. Die heel mooi zijn. Die tekenfilms van Superman, dat is echt legendarisch. En als je dat kunt vinden, moet je dat kopen. Want dat is een van de mooiste dingen. Daar zijn die Batman Animated ook. Dat zit in een grote box van Superman, zit dat in, hè? Ja, dat klopt. Een ijzeren box. Ja. Ja.
En ook, wat ook heel schoon is, is dat dat heeft ook veel later nog een film geïnspireerd, Sky Captain and the World of Tomorrow, met Jude Law, dat zo een van die eerste bijna volledig greenscreen films is, denk ik. Hè? Ja, dat is allemaal, en ik vond dat ook kei tof, omdat dat mega retro was van stijl. Ja. Ja, en dat refereert daar ook naar. En die vliegende robots die erin komen. En de Rocketeer is ook... Oh, dat is ook zo goed, de Rocketeer. Just, die ligt hier ook klaar om door ook, te kijken. Ook Timothy Dalton trouwens. Ja, ja, klopt. Die speelt daar zo'n soort Errol Flynn-achtig figuur in. Ja. Ja, dat is echt heel tof, ja. Maar goed, Popeye, een film van... van Robert Altman. Ja. Rare film, hè, jongens. Heel raar, ik heb dat in de cinema gezien, ook weer. Ja, echt? Geloof het of niet, ik heb dat in de cinema gezien. Met mijn onkel, en dat was nog zotter, want die vond dat verschrikkelijk. Die vond dat een vreselijke film. En ik zat ernaast, en ik weet niet, je kent allemaal dat gevoel, hè, dat je zo aan het kijken bent als kind met je ouders of zo, en die ouders vinden dat niet goed. Ja. En je voelt dat zo, die sfeer van, we zitten hier niet allemaal in dezelfde gezelligheid met deze film zo. Dus ja, die was helemaal niet gelukkig dat hij met mij naar die film was gaan kijken. En ik zat ernaast. En ik moet zeggen, als kind, ik vond dat ook wel een rare film. Zo. Ja, maar dat is een rare film. Ik heb dat nooit als kind gezien. Ik, ik zag daar aangekondigd staan in de Kuifje van destijds. Ja. Er stonden ook altijd filmpagina's in. En daar stond daarin, Popeye wordt verfilmd met Mork, van Mork en Mindy. Ja. Die ik dat wel kende. Maar ik heb dat nooit in een cinema gezien. Ik heb dat eigenlijk een paar jaar geleden voor het eerst gezien. En ik vond dat fantastisch. Omdat echt? Een beetje om de reden, misschien waarom dat Cats ook zo fantastisch... Dat is zo weird. En zo... Alles wat een musical niet is, is Popeye. En toch is het een musical. Maar ja. Ik bedoel, die liedjes zijn zo... niet melodieus. Die teksten zijn zo... Die passen soms zelfs niet op. Dat is, en toch blijven die hangen, die liedjes. En toch blijven die... Maar ook raar is dat Robin Williams en Shelley Duvall beide, alle twee, geen zangers, die zingen ook helemaal niet zo goed. Nee. Maar die zijn zo spitting image van de comics. Ja. Ik denk dat er zelden zo dicht op de comics is gezeten qua look en feel. Ja, zelfs Bluto, hè, die Paul Elstrik. Ja. Toen hij in beeld kwam, dacht ik eventjes... Holy shit, Brian Blessed is terug, maar het is hem niet. Want die zijn ook kinder geweest zijn. Als kind dacht ik altijd Bud Spencer. Die lijkt Bud Spencer. Zo van, amai, dat is die, maar het is hem niet. Het is inderdaad Raban, zeker. Is de Beast Raban. Die acteur, van de Dune. Ja, klopt. De rol dat nu Dave Bautista gaat doen, eigenlijk. Ja. Dat is, inderdaad. Die er nog een beetje meer beast uit ziet, als je die ziet. Amai, holy fuck. Wat de hel. Nog altijd zo één ding dat ik even over Dave Bautista moet zeggen, maar daar kon ik niet van over. Ja. Dat was bij de film Spectre, hè, die laatste Bond. Ja. Dus ja. De eerste scène dat hij erin komt, dan gaat de deur open en die wandelt binnen en heel het widescreen scherm zijn die zijn schouders en die zijn nek. Maar daar kon ik niet van over. Ik zat er nog te zien en ik dacht, dat kan niet dat er zoveel schouder in één mens kan zitten, maar dat is... Waanzin. Ja, dat wou ik even kwijt. Dat niks bij deze. Ja, man, liever voor Dave Bautista is genoten. Dave Bautista, maar ik vind dat Dave Bautista echt een goede acteur is ook. Ik vind dat ook een keigoed goed doet. De comedy die je doet in The Guardians, dat is fantastisch. Ja, ja. Ja, en als je in het begin van... Hè, ik weet dat je het geen goede film vond, Sven. In het begin van Blade Runner. Die eerste vijf minuten, die acteert supergoed. Hè. Ja, absoluut. Je kunt daar veel van zeggen, maar dat is echt dat is een keigoede acteur. Ja. Dus ja, ik ben helemaal mee met een Dave. Ja, ik ook wel. Ja. Ik weet niet of ik mee ben met Popeye. Nee, alleen. Hey. Ja, dat is raar. Ik moet eerlijk zijn, ik vind dat cool dat je dat juist gezien hebt, Sven, want ik heb dat niet meer gezien sinds dan. Dus ik weet niet of dat 1980 was, want films grokten hier later, hè, vroeger. Dus dat kan 81 geweest zijn of zo. Ik was in ieder geval klein, zo. Ik weet dat is 8-9 jaar dat ik dan was. En ik weet wel dat ik zo bepaalde dingen mij nog heel levendig herinner. Hè? Zo'n grote
een grote inktvis waar dat die op het einde tegenvikt. Ja. En je hebt ook zo'n boxmatch, dat ik mij ook herinner. Chaplin, eigenlijk. Ja, Chaplin. Inderdaad. Ja. Of ook die scène dat hem zo een bende van die vervelende figuren in een café, in zo'n bar een pak rammel geeft. Ja. Maar het is ook zo heel cartoony allemaal gedaan, hè. Zo die vechtscènes zijn zo heel over de top. En... Het is meer gebaseerd op de tekenfilm dan op de comicbooks. Dat is duidelijk. En ik denk, en er zitten een aantal echt superleuke scènes in, maar ik vind dat de liedjes er echt een beetje te veel aan zijn. En wat ik ook natuurlijk bizar vind, het is Robin Williams, zijn eerste langspeelfilm. En ze gebruiken hem, ik bedoel, hij is niet Robin Williams, hij is Popeye. En dat, hij is niet funny. Mm-hmm. Robin Williams is geen funny. Maar ik denk dat dat ook niet moet bezien worden als een Robin Williams film. Ja. Ja, ik denk dat dat misschien zelfs in die tijd zo'n ding was van... jij moet Popeye spelen, jij moet niet Robin Williams zijn, dat Popeye doet. Ik denk dat dat het dat een beetje was. Allee, als ik dat toch zo bezie... Ik zeg het, sommige dingen daarvan zijn echt te lang geleden, dus ik ben eigenlijk eens heel benieuwd wat ik ervan ga vinden als ik dat nu ga zien. Ja, want ik weet, als kind dat ik er wel zo... Want dat heeft wel een indruk nagelaten, want ik weet dat ik er nog redelijk veel van weet. Hè? Dat je, I am what I am, zo dat liedje... Ja. En het, dat Sweet Haven heet dat, denk ik, geloof ik. Want die set is opening, fantastisch, Ja, die set die bestaat nog altijd. En die bestaat nog altijd, die set. Die kun je gewoon bezoeken. Piraat in Malta. Heeft een film opgenomen. Wie dan? Piet Piraat. Is het zwaard van Sabeltand of zoiets. Piet Piraat heeft het opgenomen. Ja, het is echt op die locatie, in dat dorpje. Ja. Ja. Dus als je die Piet Piraat film ziet, zie je dezelfde locaties als in Popeye. Shit, dan moet ik een Piet Piraat film gaan zitten bekijken. Wat doe je me aan, Sven de Ridder? Waarom doe je het je eigen aan, Fokke? Dat is gewoon in die set. Voilà, je hoeft dat niet te zien. Dat is oké, zo. Ik was bijna naar Malta gegaan om dat te gaan bezoeken. We waren aan het zoeken, waar gaan we naar op verlof? En uiteindelijk is Sardinië geworden. Maar Malta was een grote kanshebber vanwege die set van Popeye, die ik wou bekijken. Nee, dat is ook een dogboot die je dan eens moet bezien. Ja, I know. Ik ben torpedo. Dat is kei grappig. Dat was ooit een gast. Dat is totaal niet ter zake doende verhaal. Maar ik kon dat toch even doen, omdat je over Malta bezig bent. Die film, wat is dat? Wild at Heart, zeker. Ook van uw favoriet, David Lynch. Er komt een figuur in, gespeeld door Willem Dafoe. En dat figuur heet Bobby Peru. En die zegt ook altijd, Bobby Peru. Just like the country. Dat is zo hoe dat hij zijn eigen noemt. Maar er was dus een gast in de opera toen ik daar werkte. Die deed daar IT en die heette Tom Malta. Ja. En elke keer dat ik die zag, zei hij, mijn naam is Tom Malta. Ik zeg, Malta, just like the island. Maar er werd nooit mee gelachen. Zo. Ik was altijd de enige dat die referentie had. Ja. Maar voilà. De nutteloze trivia daar, Fokke. Altijd goed. Altijd verhalen leuk. Waar niemand iets aan heeft. Olijfje wordt gespeeld door Shelley Duvall, die we natuurlijk allemaal kennen als het kruisende wijf in The Shining. En wat ik weet niet, wat The Shining is ook van 1980. Maar ik ga ervan uit dat The Shining eerst gemaakt is dan dit. Want ik kan me moeilijk voorstellen dat het productieproces... Shining is ook geopereerd als een jaar... in mijn slag dus dat zal eerst The Shining en dan dit geweest zijn. En het verhaal gaat wel dat Shelley Duvall na The Shining niet helemaal ze allemaal meer op een rijtje had. Maar dat merk je toch niet in deze film. Ik vind dat die gewoon nog normaal is en goed speelt en dat goed doet. Ja. Mm-hmm. Is dat familie van Robert Duvall eigenlijk, Shelley Duvall? Of totaal niet? Dat weet ik niet. Ik vroeg me dat eigenlijk af. Ik heb er geen idee van. Ik dacht dat gewoon ineens. Nee, denk ik niet. Er doen ook nog een paar acteurs in mij die je van andere dingen ook kent. Donald Moffat van The Thing. Serieus? Doet dat in mij. En dan degene die Wimpy speelt, vind ik ook fantastisch. Ik kan niet op zijn naam komen. Ja. Die heet Paul Dooley, heet hij. Ja. Mm-hmm. Die zit ook in... die zit in 60... Die de vader is in 60 Candles, kan dat? En Hairspray. En inderdaad, die jij net zei, die... Donald Moffat, die speelt de taxman. Iemand die de hele tijd iedereen belasting aansmeert. Ja. En die zit er ook... in All of Me speelt die met Steve Martin, die spiritual guy.
Ah, die hele rare gast. Richard Libertini. Richard Libertini. Of ja, ja. Ah, ja. Ah, nee, die bedoelde ik niet. Ik bedoelde Bill Irwin. Ook een hele rare kerel. Die zo, die in het begin achter zijn hoed, die zijn hoed vooruit schopt en de hele tijd achter zijn hoed loopt. Dat is die, ja. Die speelt dat ook doet, in... Dat is ook een classic. Classic. Ja, dat, ja. Ja. Ja, voilà. Ja, ja, dat is heel... Dus, wie, is, ja. Wie is de regisseur nu weer? Is dat Robert Altman? Ja, Altman. Ja, toch, hè? Ja. Dat is hetgeen waar ik nu over wil hebben, inderdaad. Want Robert Altman is wel een zeer goede regisseur. Hij heeft al een aantal hele goede dingen gemaakt. Hè. MASH vind ik echt heel goed. De Player ook. Shortcuts vind ik wat minder. Ik vond Gosford Park wel heel goed. Three Women gezien? Michelle Duval? Three Women. Michelle Duval en Sissy Spacek. Nee. Heel straf. Ja. Ah, ja. Die heeft een film gemaakt die heet Vincent en Theo, die ik niet gezien heb. Oh, Pret a Porter was heel slecht. Dr. T en The Women werd ik ook heel zenuwachtig van. Heel slecht. Dat vond ik helemaal niet goed. Nee. Maar dus het is een beetje heel en mis wel. Dat geef ik wel eerlijk toe, maar die heeft wel een paar. Die heeft ook die film Nashville, die ik hier heb liggen, want die wil ik heel graag zien. Three Women, 77. Maar dat dit, ik vind het geen typische Robert Altman film. Behalve dan dat hij heel lang is. Dat is een lange film, dat maakt hij wel altijd. Of vind je van wel, Sven? Nee, absoluut niet. Nee. Maar ik vind, je kunt Altman, ik vind dat je die niet kunt taxeren op een soort film. Met de Player en Shortcuts en Pret-à-Porter was dat een soort van kaleidoscopisch. Ja, hey, Nashville ensemble ook, cast, hè, toch vaak? Maar je hebt dan ook met Cape en Mrs. Miller, wat ik niet gezien heb. Nee, heb ik ook niet gezien. Maar dat schijnt heel goed te zijn. Ja. Want dat een western is. Dus je kunt die niet echt, ja, dat is zo, je hebt zo van die regisseurs die je niet echt op een genre kunt... Vast, ja, ik vind als je zijn goede films, zoals MASH en dit en dat, dan zijn dat toch vaak, is het verhaal niet per se primerend, en is het dan, zijn het een hoop volk bij elkaar. Ja, ja en ook veel dialoog ook. Veel dialoog. Veel improvisatie. In zijn dialoog, zo. Ja. En heel veel van die lange shots dat je blijft volgen, dat zo heel druk mensen allemaal tegen elkaar aan het praten zijn. Ja. Zo. MASH is ook heel veel improvisatie, hè? Ja. Ja. Dat is, deze Popeye is volgens mij helemaal geen improvisatie. Dat is volgens mij helemaal volgens het script. Toch, dat ga ik vanuit. Ja, de liedjes zijn niet super goed. Vind ik ze ook wel wat storend. Maar pas op, maar de look is wel fantastisch. Ja. Het is niet heel kleurrijk en toch is het kleurrijk. Ja. Ja, het is zoals een oude cartoon, vind ik. Ja. Kleuren. Zo een vergeelde cartoon. Ja, klopt wel. En ik zat ernaar te kijken en ik heb natuurlijk een enorme liefde voor Robin Williams. En ik had ook, er zijn die scènes die Alex eigenlijk opnoemt, dat zijn eigenlijk alle scènes inderdaad, de cafégevecht. En het einde is leuk met die gekke octopus en al die dingen. Er zitten echt leuke scènes in. En de personages zijn spot on, de tekenfilmfiguren. Maar als geheel weet ik niet of ik het heel goed vind. Ja, ik herinner het mij niet goed genoeg niet meer. Nee. Het enige dat ik nog weet is dat ik het destijds wel heel hard wou zien. En dat ik het ook nadat ik het gezien had... ik zal zo zeggen, het heeft niet... de plek in mijn hart veroverd dat de twee andere films bij mij ook klopt. Bij mij is Flash Gordon was na 1 seconde een blijver. Ja. Dat is zo'n film die ik ook gewoon blijven goed vinden tot de dag dat ik dood ben. En als ik Alzheimer heb en ik zie die terug opnieuw, vind ik dat terug even goed. Ja, terwijl Superman 2, waar we het dan zelfs over gaan hebben, was ook waanzin voor mij. Maar Popeye... Ja, dat bleef wel hangen of zo, want ik besef dat ik er nog redelijk veel van weet voor iets dat ik al zo lang geleden niet heb gezien. Ja, dat is bij jou altijd, dat is echt... Ja, maar weird, hè, op een of andere manier, maar toch heeft dat niet zo... Dat deed geen plek in mijn hart gelijk dat die twee andere films zijn. Volledig akkoord. Dat heeft mij nu meer een plek vanwege de nostalgie naar Robin Williams toe. Ja, en minder... daarom zou ik het ook nog eens terug willen zien, eigenlijk. Ja. Ik denk dat ik eens een weekend ga doen, dat ik dat en Cats ga zien, Sven. En dan ga ik daar eens over babbelen. Alright, en naadloos zitten we nu dus inderdaad bij Superman 2. De heel duidelijk de tweede film van Superman. Het vervolg op de eerste Superman van Richard Donner. En de twee...
aanvankelijk, de twee is geregisseerd officieel door Richard Lester. Maar aanvankelijk was Richard Donner 1 en 2 samen aan het draaien. Had al een aantal scènes gedraaid. En dan heeft de studio gezegd, nee, Richard Lester pakt het over. Heeft dan de film gedaan. En ik denk in 2006 is er dan toch de Richard Donner cut uitgebracht. Een soort wat als Richard Donner zijn versie had kunnen maken. Moeilijk natuurlijk, omdat niet alles gedraaid is geweest wat hij wat wou draaien. En er zijn een aantal. En ik heb ze op één avond heb ik ze achter elkaar bekeken. Oh, oké. Okay. Ik heb eerst Richard Lester, ik heb de bioscoopversie eerst bekeken. Ja. En daarna de Richard Donner cut. Jullie hebben die wel in de cinema gezien? Dat was mijn eerste live action film die ik in de cinema heb gezien. Ach. Dat was Superman 2. Ja. Zalig. Dus, dat is een goede vermid te beginnen. Ja, nee. Dat is wat. Wat wou je pakken? Nee, met een draad zie je veel eruit. Oké. Okay. Ja. Dus dat was fantastisch. Superman 2 was een ervaring. Ja. Ja. Ja, ik was daar helemaal onder de indruk, onder de voet. Dat smaakte naar meer. Cinema. Ja, snappen, voor grote mensen. Dat is ook echt wel een cinema-ervaring. Hè? Zeker als je natuurlijk. Ik bedoel, ik vind Superman 1 echt wel beter dan Superman 2, eerlijk gezegd. Maar ik vind wel. Ja, dat is wel ook. Ja, dat heeft wel ook de superheldenfilms een beetje op de rails gezet, hè, die film. Gewoon achteraf, vind ik. Ik vond toen ik de eerste Superman zag, vond ik fantastisch. Dat was mijn eerste live-action cinemafilm, denk ik. Hè? Dus, want ik heb Assepoester ervoor gezien. Ja. Het was niet de allereerste dat ik gezien heb, maar het was wel. Ik heb het al meerdere malen verteld dat ik op première die scène met een helikopter zag hè, en dat ik er helemaal kapot van was. Ja. Ik was ook een kind dat letterlijk voor de tv ging liggen toen Bicycle Race. Die clip opkwam van hè, waar dat hem zingt, I don't believe in Frankenstein, Peter Pan or Superman. En Superman, er komt even een tekening van in. Ja, ik memoriseerde dat, hoe dat hij eruit zag. Wow. En ik begon dat ook, want je had niks anders. Hè. Toen, er was niet echt heel veel waar je dat kon halen. En met die film, dat was waanzin. Maar voor mij, toen ik klein was, dat weet ik nog, als Superman 2 uitkwam, die vond ik op dat moment beter. Ah, ja. Ja, en waarom dat ik die beter vond, was omdat die super slechterikken erin zaten. Hè? Exact. Waar dat je zo de grote. Ja, dat zijn de allereerste comic book fights. Hè? Zo twee helden die even sterk zijn, die elkaar door gebouwen aan het smijten zijn. Dat hadden letterlijk nog nooit gezien. Hè, toen. Nee, klopt. Hè, voor de mensen die de film niet gezien hebben, Superman 2 vervolg op Superman 1. De slechterikken, waar Superman met zijn drie. Criminelen van de planet Krypton, dus die hebben dezelfde krachten als Superman. Zijn er juist iemand die Superman 2 nog niet echt gezien? Dat bestaat. Dat bestaat. Jongen, ik ken zelfs mensen die nog nooit Star Wars gezien hebben, dus breek me de bek niet open. Maar die zitten ook in Superman 1, hè, die drie slechterikken. Ja, ja. Daar begint het mee. Ja, daar begint het mee. Guilty. Ja, inderdaad. Maar in de twee worden ze dus bevrijd. En komen ze op aarde en gaan ze vechten tegen dingen. En de baas van de slechterikken is General Zod. Gespeeld door Malcolm McDowell. Ja, Terrence Stamp. Terrence Stamp, waarom zeg ik dat Malcolm McDowell? Terrence Stamp, natuurlijk. Ja, ik had mijn eigen weer zitten afrukken op Caligula en toen zijn we hierom begonnen. Ja, dat is het. Malcolm McDowell zeg, nou ja, Mark. Nee, Terrence Stamp is een fantastische General Zod. Wat ik niet weet, zat General Zod in de comics? Zat in de comics, ja. Er bestond zelfs al een action figure van voordat die film er eigenlijk was. Okay. Gebaseerd op stripverhalen, ja. Dus dat was wel een figuur dat in de comics al voorkwam, General Zod. En die andere twee ook? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Daar moeten wij nou niet op vastpinnen. Daar ben ik niet zeker van. Hey, Ursa en Non zijn dat dan. Precies. Hey, Ursa en, is Sarah zo, Douglas. Sarah Douglas, die heel actief is op Instagram. Ja. Ah ja. Oh, uw type, okay, Fokke, dat is uw type. Keihard met die, hoe weet je? Volkbak, hè, zo van de Circle and School of lekkere wijven, hè, zo wat kort, zwart haar, zo wat een beetje kwaaier.
Ja. Beetje kwaad, beetje gemien eigenlijk, dat je vrouwen geren net eigenlijk. En een beetje latex. Ja. Ja, is nou eigenlijk echt wel. Vandaar dat je nu vrijt met een zeer langharige, knappe vrouw, die eigenlijk heel sympathiek is. Maar dat is ja, dat is per ogen. Ik weet het ook niet hoe dat je het gedaan hebt. Maar ik vind Ursa ook weer veel aantrekkelijker dan Lois Lane. Lane zou wel zijn. Zoals in Flash Gordon ik ook Aura knapper vind dan Dale Arden. Maar goed, inderdaad, die twee. En dat komt inderdaad wel omdat Lex Luthor in de één, dat is misschien, kijk, Gene Hackman, fantastische acteur, maar beste de acteur keus, ooit. Beste acteur ooit gemaakt volgens Sven Ridder, maar de beslissing om die wel lollig te maken, klopt misschien niet bij Lex Luthor. Ja, het was ook vooral de zwarte schakel van Superman. Hij valt ook een beetje wel. Hè, de grote chance dat hij ineens is, dat zo'n keigoeie acteur is. Dat zo'n heavyweight is. Hè. Ik vind het net beter, vind ik niet goed als personage. Ja. Also, die is een Otis, of hoe heet die? Ja, die is een sidekick. Ja, zo. Dat vind ik te lollig. Hackman er gewoon nog een soort van pretentieuze dreiging vanuit, vind ik. Ja. Ik vind wel pretentieus, dreiging weet ik niet zo goed, maar goed, ja. Ja, er zijn wel momenten dat ik wel vind dat klopt. Hè. Er is ook een soort enorme gemeenheid aan, als hem zo dat stuk kryptonite rond die zijn nek hangt, en die dan zo wat casual dat water induwt. Zo van, ja, ga je gewoon daar gewoon verdrinken. Zo dat... Er zit wel iets aan Lex Luthor dat wel een beetje heeft, maar... Ja. Die valt gewoon een beetje te licht uit als dreiging voor Superman. Ja. Terwijl bij General Zod heb je wel zoiets, shit, daar haalt hem het misschien niet van. Ja, klopt. Zo, dat was datgene dat je als kind nog hebt, hè, wanneer dat je nog altijd denkt dat je niet zeker bent of dat de goeie gaat winnen of zo, als je dat gaat kijken. Ja. Dan zit er nog helemaal mee en die non is eigenlijk nog sterker. Hè, dat is zo'n mega grote beer. Ja. Die dat niet zo heel slim is. Hè? Dat is zo niet dat trio, het brein van de ploeg. Wel. Dat trio klopt wel heel erg, vind ik. De Superman is bedacht in 1939. Wou ik ook nog even zeggen. Inderdaad, en dan komen we bij het hele ding. Ik bedoel, leuk. Richard Lester. Als je daar vroeger als kind ging kijken, wist jij niet dat er een ruzie was en dit en dat. En dat Richard Donner dat echt als een soort tweeluik had gezien. En dat ze dat eigenlijk van hem hebben weggehaald. Omdat ze die tweede film luchtiger wouden maken. Een beetje wat ze met Tim Burton en Batman met de derde film gedaan hebben. Hè? Na die tweede film dachten ze, jongens, ho, dit is te donker. We moeten hier wat lolligs van maken. Hier kunnen we geen poppetjes van verkopen. Precies, daar kun je geen actionfigures van verkopen. En dan hebben ze dus dat uit, en die is daar nog altijd pissig over. Richard Donner, maar goed. En dan hebben ze dus Richard Donner en Richard Lester. Twee verschillende films. En daar zitten echt wel... Ik heb ze allebei hebben jullie ze allebei gezien, de twee versies? Ja. Daar zitten maar echt wel heel veel verschillen in. Het is wel... Mm-hmm. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet precies weet welke ik de beste versie vind. Ik heb de originele eigenlijk. Degene dat ik in de cinema gezien heb. Ja. Ja. En ik zal zeggen waarom ik dat bijvoorbeeld... Dat ik daar harder aan twijfel dan jullie... Ik vind het personage van Non, de brute force, die is achterlijk in de Lester-film. En die is dreigender. In de, alle lolligheden hebben ze eruit gehaald in de Donnerkut. Oh, dus ik kan geen vuur schieten met mijn ogen. Al die toestanden hebben ze er allemaal uitgehaald. En daardoor is die dreigender en is dat trio nog moeilijker te verslaan voor Superman. Ja. In de perceptie. Snap je? Ja. Ja. Dus dat vind ik goed. Ik vind Brando wel goed. Brando zit in de Lester-kut. Dat vind ik wel goed, maar dat de reden waarom dat die niet in de Lester-kut zit, dat was omdat Brando... Dat is geld, hè? Ja, tuurlijk. Die had een percentage. Ja. Een percentage op, dat was de eerste acteur die dat ooit heeft gedaan. Een percentage op de gross van de film. En ze hadden gezegd, dat is goed. Niet wetende natuurlijk dat zo'n mega succes zou worden. Brando heeft er een aanland mee gekocht. Ja. Met dat geld. Nicholson heeft dat trouwens voor Batman ook gedaan. Dat klopt, ja. Nee, klopt. En dan in die Lester-kut is het de moeder. En die is gewoon dat is minder iconesk, hè. Dat is minder goed gedaan. Je voelt ook dat ze daar om dingen heen hebben moeten draaien. En dat voel je in beide films.
omdat ook een aantal scènes die gedraaid zijn van die Richard Donner screenplay. Dus je voelt in beide films dat ze bochten hebben moeten maken om tot die versie te komen. Mm-hmm. Ja, dat klopt wel. En ik vind ook de scène bij de Eiffeltoren vind ik niet zo goed. Die is er in de Donnergut helemaal uit. Mm-hmm. Dus de openingsscène. Want het verschil hoe de slechterikken op de aarde terechtkomen is door een ontploffing dat hun tweedimensionele gevangenis kapot gaat. En daardoor komen ze aan die ontploffing. Door Superman, hè? Door Superman. Ja. In beide gevallen. Alleen in de Lester-cut is dat de bom uit Parijs die wegsmijt. Die lift. Ja. Die lift. En in de Donner-cut is het een nuclear missile. Uit. Ja. Die eigenlijk aan het einde van de eerste film zou gezeten hebben. Ja, ja, ja. Ja. Dus eigenlijk zou het einde... Die ook nog eens terugkomt in de vier. Ja, nee, juist. Klopt. Maar eigenlijk zou het einde van de eerste film... die missel die hij wegflikkert in de ruimte... daardoor de drie slechterikken bevrijdt. En die drie slechterikken zou dan de cliffhanger van het einde van de eerste film zijn. En daardoor naar de tweede film. En dat hebben ze helemaal losgelaten... en dan hebben ze die tweede film, hebben ze dat veel meer uitgelegd in de Lester-cut. En dat vind ik beter in de Donner-cut. Mm-hmm. Dus de scène bijvoorbeeld dat in de beide films zit, dat Lois Lane weet, of begint door te hebben dat Clark Kent Superman is. En in de Donner-cut zegt ze het... bij de krantenredactie. En bij die andere gooit ze zichzelf van die waterval af. Ja, 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 ja. En in de Donner-cut die scène er niet in. Maar schiet ze met een pistool op Clark Kent. Ja, 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 ja. En daardoor heeft ze... En dan zegt hij van... Ja, oké. Okay, het is met een blijk, maar hij gedraagt zich van... Ja, ik ben dit. In welke cut zit de kus? In beide, maar in de... En dat vind ik ook belangrijk. In de Donner-cut neuken ze voor hij zich menselijk maakt. Mm-hmm. En in de Lester-cut neuken ze nadat hij zich menselijk maakt. Mm. En ik ga ervan uit dat je pas... Ik heb niet van de twee versies dat gezien. Hè? Dat is zo. Oh, maar zien ze echt zo boek? Nee, ze zien niet neuken, maar ze worden wakker in het bed. Ik bedoel, mm-hmm. Ziet ze niet. Nee. Met zo'n zilverpapieren laken, zo. Dat weet ik nog. Ja. Dat herinner ik me. Ja, dat is juist. Ja, ja, dus, amai, dat komt allemaal terug. Eerlijk gezegd vind ik het logischer dat je als man, dat je je superkrachten opgeeft nadat je geneukt hebt, dan om te kunnen neuken. Dat zou ik niet doen. Ik zou niet meer superkrachten opgeven om te kunnen neuken, maar als je... Push your whip bed door, dan snap ik het wel. Wat vinden jullie? Wat een vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat ik zo Superman ben. Ik zou eigenlijk pas neuken nadat ik mijn krachten kwijt was. Want als ik die nog had en ik ken mijn eigen kracht niet en ik word zo wat opgewonden en ik doe zo... Dan breekt het die heup. Of misschien komt hij zo wat klaar dat hij de bovenkant van die kop eraf knalt. Ik vind het wel heel raar, want ik heb dat nooit niet geweten. Dus, ik vind dat een beetje erg nu, dat ik weet dat Superman ook... Alleen, je kakt ook niet, hè? Bedoel, mama en papa hebben nu iets verteld, nu Sven, daar zit er niet goed van, hè? Nee. Dat is heel grappig dat je dat zegt, want in de film zit... Ja, ik heb toevallig eergisteren gezien, hè, dus daarom zitten allemaal zo vers erin. Maar als Lex Luthor en zijn vriendin, ja, ik ben de naam kwijt, als die in de... Stesmakker! Ja, ja. Als die in de Fortress of Solitude komen, dan moet zij heel dringend plassen. Ja, dus, ja, en dan op een gegeven moment heeft ze een toilet gevonden. Dus er is een toilet in de Fortress of Solitude. De Superman gaat kakken. Ja, Brando moest ook kakken, hè? Ja, dat is natuurlijk iets erbij. Dat is toch niet zijn contract? Ieder toilet is een contract. En wat ik ook, grappig is, dus in de. In de Lester-cut zit het Eiffeltoren. In de Donner-cut zit het vrijheidsbeeld. Mm. En de Donner-cut speelt zich dus duidelijk af in New York. Ja, dat is waar, want de affiche is ook met het vrijheidsbeeld. Hè? Ah ja. Ja, dat is juist. Ja, nee, lang geleden allemaal. En in de Lester-cut zit het vrijheidsbeeld niet in.
Nee. Dus ik denk dat ze daar ook meer willen. Misschien gaat het ook over rechten van die. Van het gebruik van dat ding of zo, weet ik niet. Nee, of maar, voor de opentrekken naar Europa. Of Metropolis versus New York. In principe ja. woont Clark Kent Superman wonen in Metropolis, hè, niet in New York. Mm-hmm. Ja. Dus, maar dus... Maar is, dat... nu, is Metropolis geen verwijzing voor New York en Gotham allebei. Voor alle, Chicago? Allebei, ja. Nee, het is eigenlijk alle twee in New York. Okay. Ja, ik dacht altijd dat Gotham Chicago was. Nee, want Gotham, New York wordt ook Gotham genoemd. Je hebt ook bijvoorbeeld de Gotham Comedy Club in New York, maar dat is echt, Gotham City is eigenlijk ook New York, maar Metropolis, die vertegenwoordigen allebei zo een ander aspect van New York. Ja. Zo het een is eigenlijk zo het mooie, glimmende, futuristische, prachtige, utopische stad, Metropolis, en de andere is ja, de gruwelijke, alles wat dat er mis is op New York, hè. Dat is Gotham eigenlijk. Ja, ja, maar Chicago is wel gedubbeld voor Gotham, hè. In, zeker in die films van Christopher Nolan, ja, wel, was toch, het, was het Chicago. Vibe, hè? Ja, absoluut. Dus daar zeker, en dat merkt ook wel, zeker als je er al eens geweest bent, dat wel heel duidelijk Chicago is, ofzo. Ja. Dus dat is wel waar, wat je zegt. Maar normaal gezien, dacht ik, in de comics waren het allebei andere versies van New York. Ja, eigenlijk. Zo een beetje het engeltje en het duiveltje versie van New York. Echt letterlijk dat, ja. Eigenlijk. Ja, absoluut wat je nu zegt, ja. Dat is het. Ja. Ja. Wat is uw favoriete scène uit die film? Heb je er zo'n paar dat je denkt van dat vond ik fantastisch of dat vond ik echt heel cool? Wat mij nu is opgevallen, wat ik nog nooit eerder had gezien, wat ik nu zie... Is wat ik heel erg leuk vind, dat wordt helemaal niet benoemd. Dat is gewoon iets. Dat Ursa, hè, de slechte vrouw, die verzamelt patches. Ja, die rukt van iedereen. Dus als die een flik ziet, pakt hij zijn badge af. Als die een generaal ziet, en die plakt hij op haar eigen kostuum. Ja. Dus die verzamelt. En dat was iets van. Ja, ik heb die film al meermaals gezien en beide versies meermaals. En dat was me nog niet eerder opgevallen. En dat was zoiets waar ik denk van, alright, dat is super cool. En ja, ik vind er wel veel goede dingen in, hoor. Ik vind, ik vind het einde ook wel cool. Het is natuurlijk niet... Kijk, het gevecht in New York, dat is het gevecht. Ja, daarna gaan ze naar Fort of Solitude en is meer een dialoog. Ja. Mijn favoriete scène is de scène waarop de president moet knielen. Ja, en dat is zo goed, hè. Ja, en dat is niet de president. Hè? Ja. Dat is, en E.G. Marshall, die de president speelt, die stond eigenlijk tussen de noep. Dat vind ik een goeie vondst. Ja, Want dan zegt hij van, zo kneel before Zod. En dan zegt hij, dan doet hij dat. En dan zegt hij, you are not the president. Ja, ja, ja. No man who leads so many would kneel so quickly. Ja, dat is zalig. En dan zegt hij een ander zo, ja, ik ben dat dan. En dan zegt hij, kneel before Zod. En dan zegt hij, oh god. En hij zo, Zod. Dat je zo denkt, die neemt mijn naam verkeerd verstaan. Ja. Dat is zo funny. Ja, echt geniaal. Toch wel ook Terrence Stamp, wel een ongelooflijke acteur. Ongelooflijk. Die speelt General Zod. Echt een iconeske slechterik. Bestaat niet, iconisch. Iconisch. Ja. En natuurlijk, een van mijn favoriete Terrence Stamp films is dingen, hè, uit... waar vind ik hem nou? Priscilla Queen of the Desert. Priscilla, maar dan heb je nog niet de film gezien die ik jou heb gegeven, hè? Link. Nee, die heb ik nog niet gezien. Nee, klopt. Dat is mijn favoriete Terrence Stamp film. De apenfilm. Ja, de Mad Orangutan movie. Oké. Okay. Link. Zalig film. Daar ga ik niet snel. Ja, maar die ligt niet klaar. Met Elizabeth Shue. Ja, juist. Ja. Dat is ook wat ik ook heel tof vind, is dat later Man of Steel dan, waar dat Michael Shannon General Zod speelt. Ja. Die dat ook keigoed toe, vind Michael ik. Michael Shannon vind ik... Totaal andere sfeer, maar wel keigraaf. Maar wat ik bij Terrence Stamp vond, is die straalde echt zo heel hard dat... Ja, bijna nobel ook uit. Ja. Hè? Die net royalty, heel hotijn, maar wel echt keigoed gedaan. Zo. En die speelt dat ook dodelijk serieus, terwijl dat je wel
eigenlijk met dat zotstuk, als hem dat zegt, dat dat duidelijk is dat hij wel weet in wat voor een film dat hem ziet. Ja, absoluut. Maar dat hij toch beslist van, nee, als die dreigend is, dan moet hij ook echt dreigend zijn. Ja, en die schmink ook, zo dat bleek en die rode ogen. Ja, ziet er allemaal uit als een soort vampieren. Wat ook een hele goede scène is, is dat hij heeft dan de macht. Mm-hmm. En na 2 dagen verveelt hij zich al. Ja. Dan zit hij zo in de White House van, verveel mij. Dat vind ik ook typisch. Van the pursuit of the power is veel leuker dan het daadwerkelijk hebben. Ja. En wat ook heel zot is, want deze zegt heel iets zot. Heel raar. En ik weet niet of dat iemand... Heel zot van zot. Very zot. Ik weet niet of dat iemand van alle dat ook ooit gezien heeft. Maar ik heb die ooit eens opgenomen van op tv, Superman 2. Ja. En dat is een versie die dat ik nooit nog ergens anders gezien heb. Want er zitten nog een paar scènes in die ik niet in de Donner Cut gezien heb en niet in die originele film. Hola. Eén ervan is dat hem op het einde de Fortress of Solitude vernietigt. Zit in de Donner Cut wel in? Zit dat er wel in? Oké. Okay. Ja, maar dan is nog 1 scène en die zat, denk ik, volgens mij ook niet in de Donner Cut. Ja. Dat is dat moment dat Superman eigenlijk terug zijn krachten krijgt en dat die anderen hun krachten kwijt zijn. Ja. Helemaal op het einde. Ja. En dan vallen die allemaal zo in een afgrond. En dan denk je dat die dood zijn. Hè? Er gaat er vanuit. In die film zie je die in de achtergrond, als Superman buiten staat te praten met Lois. En Lois zie je die ingeladen worden in een politiewagen. Ah, nee. Dus dat die alle 3 nog leven. Ja, en dat is de enige versie waar ik dat ooit in heb gezien. Okay. Dus dat moet iemand van, als iemand deze bekijkt of zo, of beluistert en dat weet, moet het eens weten te zeggen. Want dat is mij bij de Donner Cut niet opgevallen. Dus ik denk nee, niet. Maar bij mij ook niet. Omdat ik die Donner Cut gezien had en dacht, daar gaat dat zeker in zitten. Maar dat zat daar dus niet. Het zal misschien in een TV-cut zijn. Want je hebt dat kan, ja. Dat is heel vaak, hè. Dat ze een langere tv-versie maken. Ja. Trouwens, ik moet nog even zeggen, dat ik nu ik het hier terugzie, mijn favoriete film met Terrence Stamp is eigenlijk de hit uit 1984 van Stephen Frears. Met Terrence Stamp en John Hurt. John Hurt, voilà. Ja. Ja. En een hele jonge Tim Roth. Ik vond de Limey ook een hele goeeie. Limey is ook zeer goed. Ja. Heb je de Alien Nation gezien met Terrence Stamp? Dat is cool, man. Ja. Daar speelt hem de slechterik in. Ja. Een keigoeie acteur, man. Ja. Fantastische film. Zelfs in dingen in Yes Man met Jim Carrey is een fantastisch. Ja. Weet je wat? Ook het einde van de Donner Cut is ook anders dan het andere einde. Hey, want uiteindelijk weet Lois Lane dat hij Superman is. En aan het einde van de Donner Cut vliegt hij weer zo rond de aarde om de tijd terug te draaien, om iedereen te doen vergeten dat hij, om haar te doen vergeten en de tijd terug te draaien dat, dat hij Superman is. Dus eigenlijk wat hij aan het einde van de eerste doet, doet hij dan aan het einde van de tweede nog eens. En dat is ook iets waar ik denk van, dat had er dan weer voor mij niet in gehoeven. Ja, dat vond ik ook een beetje jammer eraan. Ja. Dan vond, terwijl dat die kus, dat is natuurlijk ook een beetje stoem. Oh, ik vind dat zalig. Maar tegelijkertijd is dat ook wel funny, ja. Ik vond dat, en ik weet dat ik dat als kind keihard geloofde. Ja. Dat ik zoiets had, tuurlijk. Dat Superman, die geeft die zo'n superkus dat hij dat niet meer weet. Zo, dat is totaal... superkus. Of hoe goed is het feit dat je op een bepaald moment zijn S groeit. En dat wordt zo'n soort plastic ding. Zo, er zitten zo van die rare dingen in die film. Klopt. Ja. Maar ook sorry, Sven, jij wou nog iets zeggen. Ja, dat is een beetje Men in Black, hè. Zo van, en dan doen we deze en je zit alles vergeten. Hè. Ja, super. Dan met een kus vind ik wel heel tof. Ja. Maar het feit dat de slechtrikken met hun vinger dingen kunnen bewegen, dat kan cool. Superman niet. Dus daar heb ik wel begrepen waarom die dat dan kunnen of zo. Dat is een andere alienres, hè? Mm-hmm. Dat zijn andere aliens. Goed, heren, dat was Superman 2. Dus jullie vinden de Richard Lester cut beter? Ja, toch wel. Omdat dat mijn eerste ervaring was ook. Bij mij hetzelfde. Ja. Ja. Ja, en die andere is ook wel geconstrueerd. Plus ook, je voelt ook wel, die Richard Donner cut is natuurlijk een beetje wat we nu ook gaan krijgen met de Zack Snyder cut van de Justice League. Met hindsight is 2020, hè? Dus hij weet wat er goed en slecht was. Dan kun je wel nog je eigen assemblage maken. Hè? Dus dat is niet helemaal eerlijk dan. Zolang het hem geen kleuren gebruikt, die dikke kak.
Alright, heren. Welke van deze drie Ik kon dat waarschijnlijk weer keigoed vinden. En je gaat dat weer mega kut vinden, Sven. Dat gaat echt kei tof zijn. Ja. Oh, ik vind die Zack Snyder Superman toestand echt waar. Ik vind dat verschrikkelijk. Ja, jij zit er echt geen fan van, hè. Nee. Allemaal zo serieus. Ja. Allemaal zo serieus, hè. Allemaal zo serieus. Ja, dat is waar. Dat trouwens, even rap, wat we met de vorige vier films gedaan hebben, met die drie, wat vinden de rest? Ja, voilà, dat was de vraag. Wat is de beste van deze drie? Superman 2. Flash Gordon. Mij ook, Flash Gordon. Dat is keigoed, dat is elke keer de Sven die vindt dat zalig. De Sven is de dissident. Dat is de enige rebel van de ploeg. Fokken, wij zitten van die meegaande losers dat allemaal hetzelfde vinden. En de Sven heeft altijd zoiets. Nee, ik vind dat toch niet. Nee, dat is keigoed. En daarom zien we hem graag. Ja, dat absoluut. Zal wel zijn. Never change, man. Never change. Inderdaad. Sven op haar kan ik rekenen. Ja, voilà. Ja, het is never grow up. Ja, dat hebben we allemaal niet gedaan. Dat hebben we dan weer allemaal met elkaar gedaan. Nee, maar ik denk dat ik gewoon ook door de Queen soundtrack en weet ik wat, dat ik meer verknocht ben aan die Flash Gordon film. En Superman 2 vind ik super, vind ik leuk. Maar die eerste film vind ik beter, dus daar ben ik meer verknocht aan. Maar Flash Gordon heeft echt wel een plaatsje in mijn hart of zo. Ja, dus, en dat is vooral ook een unicum. Dat is één ding ook. Ja. Gewoon. En dat is wat jij ook zei, Sven. Daar moeten ze vanaf blijven. Ja. Van mij moeten ze dat echt nooit niet meer terug op neef maken. Dat maakt mij niet uit. Dat mag gewoon dat blijven. Ja, alsof als ze het na morgen maken, ga ik uiteraard weer kijken. Hè. Ja, dat maar dan gaan ze het een toon willen ofwel nadoen. En dan is dat niet meer... Nee. Of ze gaan ze totaal de Zack Snyder versie maken. Ja, of zoals ze nu met Dune doen. Dus dat je er een andere versie van maakt. Die... Vind je dat zo anders? Als ik die trailer zie, dan denk ik van... Ja, dat is allemaal wat David Lynch laten zien. Het zijn exact dezelfde beelden. De acteurs trekken er zelfs op. Nee, jongen. Alleen. Eigenlijk een Paul Atreides die er geen 30 uitziet. Dat is al goed. Hij ziet er nu nog maar 20 uit. Dus dat is al, we zijn al een stap in de richting. Dat gastje is 15, hè. Wauw, een oncharismatische acteur. Oh. Kyle MacLachlan. Dat is ook keigoed. Dat is gewoon zo'n trailer van 2 minuten. En het is al wat de klote. Hoe heet hem er? Oscar Isaac, dat is... Sorry, Everett McGill, hè? Kijk, het zijn veel betere acteurs. Plus, ik zit de hele tijd te wachten dat Paul Atreides een koffie gaat bestellen in die Dune van Lynch, weet je wel? Ik bedoel, ik denk dat hij erover... Nee, dat is een goede koffie. Ah, nee, dat is die andere. Nee, maar goed. Nee, oké. Okay. En dan die wurmen. Die wurmen, die trekken ook op de wurmen van Lynch. Ja, maar ja, nee. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Wat doe ik met een worm? Ja. Wat zijn er nog? Wat is er nog mogelijk? Ik vind die van de... Ik denk dat er geen meerwaarde kan zijn. Maar ik ben een grote Dune-fan, hè. Dus van maar de Lynch. Mega hard. En ik denk ook wel... Ja, maar ik moet toch eerlijk zijn. Toen ik die trailer zag in de cinema voor Tenet... Ja. Ja, ik had dat ook online al gezien, maar dat is nog iets anders als je dat zo in IMAX voor je neus ziet. En ja, ik had toch kiekenvelzen, man. Ja. En zeker als dat moment, ja, dan komt de uber-nerd in mij naar boven, als dan dat stuk Pink Floyd er ook nog in zit. Ja. Dat je weet dat dat zo dat, hè, die verwijzing naar Jodorowsky is en zo dat. Ja, maar dat weet ik niet natuurlijk. Dat is ik een mega... Ja, dan, ja, en ik ben een grote fan van Toto, de muziek van Toto daarin. Ja, goed, absoluut. En voor mij... Brian Eno, hè, die... De grootste fout die Villeneuve heeft gedaan met Blade Runner 2049 is geen Evangelis gebruiken. En daarna hetzelfde zijn bij mij. Geen Toto. Maar kijk, dit is een soort prequel voor de Dune-podcast die er zeker zal komen. Want ik ben gefascineerd. Ik ben ook dat boek aan het lezen, wat heel uitzonderlijk is voor mijn gedoe. Ik heb toen Alex daarover bezig was tegen in een of andere Radio 1-programma, heb ik die storyboek gaan kopen. De film met plaatjes. Ik heb de Marvel-comics van de film. Ik heb de Junior Press strip van de film. Absoluut. Er is nu trouwens, deze, heb je dat al gezien, Alex? Is die uit nu? De graphic novel gebaseerd op het boek, dus niet op de films. Op de boek. Dus die zal opzij liggen in de mechaniek voor mij. Ja, voor mij lag die ook opzij. Absoluut. Dus ja, ga ik ook lezen. Dus dat ik is deel 1 van 3, hè? Ja,
Ja, het is deel 1. Ja. De cover is trouwens ook Bill Sienkiewicz. Dat is die gast die die Marvel-comic van de film heeft getekend destijds. Dus mega cool. Ja, absoluut. Dus ik ben groot. Ja, hier, kijk, voilà, hier is de worm. Kun je het zien? Hier is de grote worm. Dat is de worm van Lynch, hè? Ja. Nee, dat is de worm van Herbert, hè? Lynch heeft die... Dus we zijn bijna een Lynch ruzie maken over de worm. Dat is Lynch een worm, Lynch we zien worm. Het allemaal. Stop ermee. Dat is de Lynchworm. Dat is een Lynchworm. Het is allemaal gepikt van Tremors. Ik heb wel last van een Lynchworm. Het is allemaal gepikt van Tremors, dat ik het je zeg. Voilà. Alright. Genoeg over deze. De Dune special komt er zodra de film uit is. Dan doen wij de Dune. Dan maken we nog eens een uur lang ruzie over Dune. Is dat genoeg? Jij wil een bras maken over Dune. Ja. Want er is wij ook... gaan dan ook zo overenthousiast zijn en jij totaal niet. Dat is jij bent een keigoeie droom. Wij zijn al voorbereid om dat veel te goed te vinden voor wat dat gaat zijn. En jij vindt dat na al te kak voor wat dat gaat zijn. Dus dat gaat keigoed. Ideaal. Ja, perfect. Goed. Dus we rekenen weer 2 keer Flash Gordon en 1 keer Superman 2 is de score van deze podcast. Heren, jullie zijn weer enorm bedankt om met mij over die flauwekul te willen babbelen. Ik denk dat de volgende, we gaan misschien een rampenfilm doen. Ik wil natuurlijk ook begin januari met jullie een jaaroverzichtje doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er al mee bezig geweest om een top 10 van films te maken. En ik kwam tot 6. Want hoeveel films hebben we uitgebracht in 2020? Dus niet zo simpel. Maar we gaan weer een top 10 film en een top 10 tv maken. En begin januari gaan we dat... Mogen we dan een top maken van oude films die je terug opnieuw hebt gezien? Ja, van mij mag alles. Gedaan deze jaar, dan te zien. Ja, van mij mag alles. Ja, dat is echt niet te doen. Voilà, maar goed. Dat is voor in de toekomst. Voor nu enorm bedankt voor het gesprek, heren. En tot snel. Zeer graag gedaan. Thank you. Salut. Bye. Yo.